Op de vroege woensdagochtend sta ik hier al, samen met de cameraman, op de hardloopbaan in Kuik. Aan de rand van de Veluwe, aan de dijk bij de Maas. De zon is net op, het is heerlijk hier. En heel veel mensen gaan hier heel vaak hardlopen. Basisschool De Ninicus heeft tijdelijk een andere ruimte nodig om hun lessen te geven. Nu is het plan herrezen om dat hier te gaan houden. Hier een gebouw tijdelijk neer te zetten op de hardloopbaan in Kuik. En daar is niet iedereen even blij mee. En deze dame heb ik even tegengehouden, want jij bent degene die die mensen hier een beetje begeleidt, hè? Wie ben je? Nou, ik ben Sonja. Ik werk bij GGZ Oost-Brabant, onder andere als runningtherapeut. En we komen 3 keer in de week komen hier naartoe om samen te hardlopen. Het groepje heet ook Hardlopen voor Iedereen. En het is voor iedereen in, Veluwe, in Kuik, is welkom om hierbij aan te sluiten. Een runningtherapeut. Ja. Wat doet zo iemand? Nou, mijn doel van hardlopen en wat ik ook uitdraag naar alle anderen is hardlopen voor een goed gevoel. Een goed gevoel om je lichamelijk beter te voelen, maar ook om psychisch je goed te voelen. Veel mensen die komen hier, die hebben nog geen ervaring met hardlopen. En ik ondersteun hen daarbij om die eerste stappen te maken en om het vol te houden en om plezier erin te hebben. En te kijken wat het je oplevert. Ja. Maar ik zou zeggen, ja, hardlopen, dat doe je toch gewoon, hup, de ene voet, de andere voet en gaan? Ja, dat klinkt zo makkelijk, maar voor heel veel mensen is het echt wel een grote drempel om te gaan starten met hardlopen. De meeste mensen die ik in eerste instantie tegenkom, die zeggen van ja, maar dat kan ik niet, of die durf ik niet, dat vind ik te moeilijk. Of die starten te snel en houden het niet vol en ik begeleid hen eigenlijk daarbij. Ja. Oké, dus jij bent werkelijk van de praktijk dan. Jij kijkt ook hoe mensen lopen en of ze de energie goed verdelen of zoiets? Of hoe stel ik me dat voor? Ja, vooral om de energie goed te verdelen. Ik geef hen wel wat tips over hoe hun houding is. Maar vooral om plezier erin te hebben en om het rustig op te bouwen. Ik geef hen een schema en kijk per keer van waar sta je in het schema. En kun je al door of blijf hier nog even staan. En ook om blessures te voorkomen en om de motivatie ook te houden. Ja. Dus mocht het hier weggaan of tijdelijk weggaan, wat betekent dat dan voor jullie? Ja, heel jammer, want juist de baan hier is gewoon heel fijn om de verbinding met elkaar te vinden. Ja, zoals jullie zien, het tempo zijn heel verschillend. En toch is het, je loopt alleen, maar toch samen. En het fijne ervan is, omdat het op de baan, het is en veilig, maar ook ik kan iedereen hierbij ondersteunen. Dus ik kan de mensen die wat harder lopen ondersteunen, maar ook de mensen die iets langzamer in tempo zijn. En het is allemaal prima. Hier zit geen competitie, het is gewoon lekker lopen. Ja. Kunnen mensen nog aansluiten als ze denken van, oh, dat is ook wel iets voor mij? Ja, mogen ze altijd aansluiten. Ik ben bereikbaar. Oh, je kunt op de dag zelf komen. Je kunt me mailen. Maar je kunt gewoon ook aansluiten. Er zitten geen voorwaarden. Trek makkelijke kleding aan en je kunt starten hier. Ja. Dankjewel. Nou, rennen maar, hè. Dank je. Hey, harde lopers, stop even alsjeblieft. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie ben jij? Ik ben Maya. De baan is een aantal jaar geleden aangelegd hier, speciaal voor hardlopers. Ja, dat klopt. Het blijkt dat de gemeente geld vrij heeft gemaakt om deze baan aan te leggen. Hij is 400 meter baan. En ja, het is natuurlijk een baan en als je hier loopt dan is het veilig, want er komt geen verkeer. Je ontmoet elkaar, maar je loopt toch je eigen tempo, je eigen ritme. Je wordt gemist als je er niet bent en dat is natuurlijk het leuke van een groepje lopen. En dat is een beetje de reden waarom jij hier bijvoorbeeld loopt? Ja, na een moeilijke periode heb ik eigenlijk me eigen onder de kladden gepakt en gezegd, ik ga iets doen door te bewegen en het hardlopen is echt een hele grote verrijking voor mij. Ja, maar nu zijn er natuurlijk ook mensen genoeg die zeggen van ja, hardlopen, dat kan je overal. Daar heb je echt niet speciaal een baan voor nodig hier. Dat zou kunnen, maar als ik door de wijk moet lopen, dat betekent dat ik een trottoir op moet, een trottoir af. Ik heb het verkeer wat ik in de gaten moet houden. Dat maakt natuurlijk wel uit dat het veel onveiliger is dan hier. Plus hier weet ik elk gaatje in de weg
ondertussen van de hardloopbaan. Dus ik loop hier om mijn hoofd leeg te maken. En dan hoef ik niet bezig te zijn met het verkeer en met randvoorwaardes. Ja. Nou ja, dat is duidelijk, ja. En dat is ook een van de redenen waarom wij hier nu zijn. Want jullie hebben gevraagd of we nou kom eens kijken, want er zijn plannen. Ja, dat dit misschien gaat verdwijnen tijdelijk of zo. Ja, en dan als het dan maar tijdelijk is, maar als het dan niet voor eeuwig is. Want ja, we zien hier heel veel mensen. We zijn heel veel groepen. Na ons start er een groep op vrijdag. Er komen heel veel mensen even een paar rondjes lopen. We zien hier altijd mensen. Dus ja, het wordt gewoon goed gebruik gemaakt. Ja. Ja. Dus wat jullie betreft, blijven? Heel graag. Heel graag. Dankjewel. Nou, rennen maar.